dames en heren, tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe Minecraft aflevering. Laat ik gewoon meteen beginnen. Ik zie al heel erg veel vraagtekens bij jullie, dat weet ik gewoon zeker. Vandaag is voor mij, komt-ie, hou je vast, de meest chaotische en ik denk wel kutste dag van het jaar. Er is zo ongelooflijk veel fout gegaan. Jullie hebben vast wel gemerkt dat vandaag ook het uploadschema anders is dan normaal. Ja, jullie weten vast wel hoe het normale schema in elkaar zit. 4 uur vlog en om 7 uur een Minecraft video. Vandaag was het even anders. Om 7 uur kwam er een extra video van Day. Heel erg mooi gezongen en gespeeld door Max op de gitaar. Als jullie het nog niet hebben gezien, zou ik hem zeker weten even bekijken. Hij is echt heel erg mooi. En om 6 uur kwam de vlog, dus een uur eerder dan deze video. En om 7 uur gewoon deze video, de Minecraft video. Nu is het zo dat ik zo net ook een opname heb gedaan van de Minecraft video. Maar die opname is gecrashed. Heel erg fijn. Waardoor alles dus weg is en ik hem niet kon renderen. Dus ben ik nu verder gegaan op het avontuur. En ik was hier gebleven. Hier had ik de aflevering afgesloten. Die ik dus helaas niet online kon gooien. Omdat hij dus was gecrashed. Maar we gaan gewoon verder. En jullie zullen ook wel zien dat ik een andere soort achtergrond heb. Ik zit namelijk nu in mijn keuken. Ik zat normaal gesproken al bijna in mijn keuken. Maar ik zit nu aan de andere kant van de tafel. Het komt omdat ik hier een kerstparty heb gehad. Die vlog die komt morgen online. En die vlog die is vandaag online gekomen trouwens. En het was echt chaotisch. Het was echt heel erg chaotisch. Het was ontzettend leuk, het kerstfeestje. Maar ik heb het over vandaag dat het chaotisch was. Het is echt super stom. Ik baal ervan. De vorige aflevering heb ik ook met een andere YouTuber opgenomen. En we hadden echt een super vette aflevering. Ik had super vette reacties van jullie kijkers. Ik had alles in beeld laten komen. Het was helemaal geweldig. Alles goed gepland. En dan gebeurt dat gewoon. Nu heeft die andere YouTuber waarmee ik had opgenomen, had geen tijd meer. Dus die kon niet meer deze aflevering met mij meedoen. Het gaat echt helemaal mis vandaag. Maar soms heb je dat. En ik heb gewoon echt weer geleerd van mijn fouten. Kijk, ik leer nog steeds bijna elke dag nieuwe dingen. En soms leer je van fouten. En vandaag was echt een fout. Een dag waarvan ik heb geleerd van mijn fouten. Ik ben even al dit granite trouwens aan het hakken, omdat ik polished granite kan gebruiken voor mijn eiland, zodat ik de vloer helemaal kan afmaken. En we gaan ook weer een keertje even de farm verder afmaken, maar dat gaat helemaal goed komen. Ik wil jullie allemaal heel erg bedanken voor het begrip, voor de steun, dat het eventjes wat anders gaat dan normaal. Ik snap dat het wat lastig is, want ja, je hebt altijd een vast schema en als het schema dan even een keer door de war is en anders is, dan is dat even een beetje verwarrend, dat snap ik heel erg goed. Maar daarom shout-out naar jullie allemaal en nogmaals bedankt voor het begrip. Ik ga gewoon heerlijk verder minen en ik wil graag eventjes level 30 worden, zodat ik hopelijk voor jullie nog even een epische enchantment kan doen. Dat zou wel heel erg leuk zijn. Nu moet ik wel even mezelf gaan aankijken. Hoe moet ik dat gaan doen? Want daar is een spiegel en ik wil niet weglopen van de aflevering. Maar ik ga eventjes nadenken wat ik dan ga enchanten. Ik weet het eigenlijk niet. Ik heb full diamond geenchant, mijn zwaard. Twee pickaxes met fortune. Dus misschien is het ook wel leuk als we even op diamond jacht gaan. Dus wat moet ik dan nog gaan enchanten? Ja, misschien een boek. En dan hopen dat ik Luck of the Sea krijg. Zodat ik het op mijn prachtige vishengel kan doen. Dat zou nog een optie kunnen zijn. Ik ben in ieder geval wel heel, heel, heel erg blij met mijn pickaxe, waar gewoon efficiëntie op zit, zodat ik sneller kan minen. En dat merken jullie ook wel. Tak, 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 tak. Ja, hoe lang gaat hij nog door? Tak, 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 tak. Oké, ik stop al. Vandaag was het weer een beetje koud buiten. Dus ik ben ook de hele dag binnen geweest om van alles en nog wat te regelen. Dus het kwam wel mooi uit. Maar jullie hebben dat. Wow, ben ik nu al bij water? Nee, toch? Jullie hebben dat vast ook wel eens. Gewoon een dag waarin gewoon zowat alles fout gaat. Het is echt ongelooflijk frustrerend. Ik vreet mezelf gewoon helemaal op. Dat moet ik niet doen, maar dat gebeurt toch. Omdat ik het gewoon zo vervelend vind. Ik ben ook heel erg een persoon dat ik gewoon alles. Het was eerst heel anders trouwens, hoor, maar dat ik echt alles gewoon geregeld wil hebben. En daarom is het ook dat op mijn YouTube-kanaal om 4 uur en om 7 uur komt er altijd een video online. Die zijn bijna, hè, zeg ik, een paar keer, maar bijna nooit te laat gekomen. Omdat ik gewoon heel erg ben van het op tijd komen met mijn video's.
Als ik een belofte maak naar jullie kijkers, dan kom ik hem heel, heel, heel erg graag na. En ik zit nu ook, dus tijdens deze aflevering, wel ook wel heel erg kut in mijn vel, moet ik gewoon zeggen. Want ja, ik baalde gewoon verschrikkelijk van dat het vandaag even wat anders ging dan normaal. En misschien zie ik er ook een beetje fucked up uit, gestrest uit, op de webcam. Met mijn capuchon op en ja, het lijkt wel een soort van snorretje wat de hele tijd heen en weer gaat. Maar het zit echt ongelooflijk lekker. Ik heb het een beetje koud. Ik hoop niet dat ik ziek ga worden. Het zal er ook nog eens bij gaan komen. Echt ongelooflijk. Ik had niet verwacht trouwens dat hier zoveel granite zou zitten. Ik heb echt al te veel granite eigenlijk. Holy moly. Dus dan gaan we straks maar even een paar verdiepingen omlaag. Het houdt maar gewoon niet op. Moet je kijken. Hoe kan het dat ik gewoon ooit zei, granite is zeldzaam? Moet je kijken. Dat is gewoon echt totaal niet waar. Want hoe hoog ik ook ga nu, ik blijf het maar tegenkomen. Ongelooflijk. Maar ik denk dat iedereen wel zo'n dag heeft. Dat gewoon heel veel dingen fout gaan. En dat het gewoon... Hulp! En dat het gewoon niet lekker gaat. En het kan ook nooit zo zijn dat je bijvoorbeeld, je hebt een heel jaar en iets van, ik zeg maar wat, 100 dingen fout gaan. Maar die 100 dingen die fout gaan dat jaar, die zijn nooit verspreid over het hele jaar. Nee, er gaan 5 dingen fout op één dag en er gaan dan eens 10 dingen fout op één dag. Dat is wel extreem veel, maar zo'n dag heb ik dus, dat echt gewoon extreem veel fout gaat. En dat is heel, heel... heel frustrerend. Maar toch wil ik jullie laten zien, ook met deze aflevering, dat ook al is het zo chaotisch en raar gegaan, dat ik er toch nog een leuke dag van ga maken en een leuke aflevering voor jullie. Ik kom hier gewoon in een nieuwe cave. En daar ben ik blij mee. Dat betekent een nieuw avontuur. En ik ben bijna level 30. Dat ga ik sowieso halen, deze aflevering. Dat moet wel gewoon. Hoppakee. Ik hoorde trouwens een skeleton. Dus er zit dan nog weer een cave in de buurt. Of gewoon een skeleton die gespand is in een oude cave die ik ben tegengekomen. Dat kan ook nog. Laten we even... Oh, kijk. Hier zijn we al een keer geweest. En hier dan weer niet, zie ik. Ja, soms loop je zoveel plekjes mis. Omdat het gewoon zo groot is. Oh, kijk. Dit zijn we waarschijnlijk ook... Oh, shit. Waarom deed ik dat niet met Fortune? Fortune. Is het nou Fortune of Fortune? Volgens mij Fortune. Oh, kijk hier, wat redstone. Dat wil ik wel meenemen. Voor de XP dan, hè. Oh, dit kan ik... ik hoef dit niet met Fortune te doen. Want ik heb al genoeg redstone. Ik hak het alleen maar voor de XP. Oké, laat ik even teruggaan. Misschien heb ik daar wat over het hoofd gezien. En moet ik dat nog even meenemen. Ik zag hier namelijk wat donkere plekken. Kijk, redstone. Oh, we zijn gewoon al level 30, joh. Gaat sneller dan je denkt, joh. Hoppakee. Dames en heren, de volgende aflevering, dat kan ik jullie nu alvast vertellen. gaat sowieso met een andere YouTuber zijn. Waarmee ik dus de aflevering van vandaag zo net ook had opgenomen. Maar wat gewoon echt helemaal fout en faal was. Ja, de aflevering zelf niet, maar het opnemen daarvan. Het was trouwens ook echt een best wel chaotisch gedoe om mijn Minecraft settings te veranderen. Want eerder neemde ik altijd mijn Minecraft op in 30 fps. En nu neem ik mijn Minecraft altijd op in 60 fps. En dat betekent dus dat... ik heb het al een paar keer uitgelegd, geloof ik. Maar heel even in het kort voor de mensen die het nog niet weten. Dat Minecraft het beeld gewoon veel smoother gaat. Dat als ik zo heen en weer ga bewegen. Dan zie je niet heel veel pixels en zo. Maar dan zie je het gewoon smooth heen en weer gaan. Ja, het is geweldig, dames en heren. Ik vind het wel geweldig, moet ik heel eerlijk zeggen. Ik vind het echt de moeite waard om in 60 fps op te nemen. Ik vind het er heel erg gaaf uitzien. Hier pak ik nog even dat kool op. Dat kunnen we altijd wel gebruiken. Want we hebben wel een overvloed aan de iron. Maar kool kunnen we op zich nog wel gebruiken. Maar als ik echt, echt, echt kool nodig heb. Als ik bijna niks meer heb. Wat ik niet voor me kan zien, want we hebben best wel wat. Kan ik nog met de Fortune pickaxe gaan hakken. Dan krijgen we er echt ongelooflijk veel. En het blijft gewoon chill dat ik looting 3 heb op mijn zwaard. En ik denk ook dat ik... en sharpness 4 gewoon. Ik denk dat ik serieus dit zwaard ga houden. En dan gewoon een keertje boeken ga enchanten. Dat kan ik misschien wel doen, een boek enchanten. En dan langzamerhand mijn zwaard een beetje upgraden. Maar dit is gewoon serieus een cave waar ik nog nooit ben geweest. Fucking awesome. Oh, wat is dit? Oh, flash. Oh, hier ook weer een stuk. Hier loopt het dood, heb ik het gevoel. Ja, yep, het loopt daar dood. Oké, laten we
dit kool weg gaan hakken. Nu ben ik heel erg benieuwd of jullie nog vette verhalen voor me hebben, waardoor ik misschien een beetje kan lachen. Voor in de reacties. Dat als ik deze aflevering heb opgenomen en online heb gegooid, ik weet niet of ik me dan al veel beter voel. Ik voel me meestal weer pas beter als ik stel voor, nou, nu is het dus wat kut gegaan. En ik zie dan hele toffe reacties van jullie. Wat ik gewoon, ja, ontzettend kicken vind. Complimentjes, zinnetjes. Wat ik ook al op mijn Twitter vandaag heb gekregen. Want ik heb er ook al wat over getwitterd. Van, en zo kan gebeuren, weet je wel. Iedereen maakt wel eens foutjes. En we steunen je. En ook al... Is het schema wat anders dan normaal. We vinden het niet erg. We vinden het wel leuk zelfs dat het een keertje anders is dan normaal. Het is wel grappig. En ja, dat is gewoon kicken. Ik krijg gewoon een heerlijk gevoel van. Een lekker gevoel van binnen. Ik heb trouwens bij de kerstparty. En ik zal dat gewoon al even verklappen. Ik ga jullie gewoon even wat... classified, oftewel geheime informatie geven. Ik heb hier achter mij op de tafel een paar kerstcadeautjes. Die niet ik heb gewonnen, maar iemand anders. Maar die heeft de coaches. What the fuck? Wat zijn coaches nou weer? Die heeft de cadeautjes vergeten mee te nemen. Oh. Ja, dat is niet echt handig. Maar dat vind ik niet erg, want het is best wel een leuk cadeautje. Als ik boven ben, dan zal ik het even tevoorschijn halen. En dat duurt niet lang meer, want hier is al water. Shit, ik zit zwaar vast met mijn hoofd. Hoppakee. Au, holy shit. Oké, dat was echt gebukt als een malle. Zo. Oké, hopelijk gaan we weer redden naar boven zonder dat ik dood ga. Maar ik heb hier, dames en heren. En hij doet het niet. Volgens mij staat hij uit. Misschien kan ik hem... dat doet pijn. Ik kan hem niet met mijn neus aandoen. Ga ik dit redden? Au. Oké. Daar is het eiland. Dat zit heel erg in de buurt. Als het goed is moet ik dan die kant op, maar dat weet ik niet zeker. Maar ik heb hier een soort van... Je ziet het ook aan het lampje. Dat deze het wel doet, de afstandsbediening. En ik moet trouwens die kant op. Daar is mijn huis. Maar ik ga eerst even hierheen. Want ik kan die bones gebruiken van die skeleton. Maar ik heb hier ook een heel erg vet autootje. En daar heb ik echt iets hilarisch mee gedaan in de vlog. Dat was echt ontzettend grappig. Want ik zal dat ook gewoon verklappen. Jullie konden het in de vlog zien. Van... Oh jezus, ja, ik ben gewoon aan het gapen, spijt me. Ik ben echt kapot, mensen. We gaan echt die hard hier zo. Hij doet het! Oh shit, dat zal wel een kutgeluid zijn voor jullie. Sorry. Ik neem ook even een slokje van mijn energy drink. Heerlijk. Ik drink zowat nooit energy. Maar met dit soort dagen heb ik het echt nodig eigenlijk. Heb ik het echt nodig, want je hebt zoveel te doen en dat is echt niet normaal. Maar dat bestuurbaar autootje, dat is echt ongelooflijk vet. Iemand had nog deo gekregen en... ik kijk wat ik hier ook heb gekregen. Of nou, niet ik. Ik heb helemaal geen leuke cadeautjes gekregen, maar even kijken. Ik druk het in, maar hij doet het niet. Oh shit, ik trek wel een kuthoofd al. Oh... Waarom doet hij het nou niet? Ik weet niet waarom hij het niet doet. Hij doet het niet. Oké, hij doet het toch wel. De schokpen. En hier, dit is wel grappig. Het is een heel erg klein bloemetje. Knophoer! Heel erg klein. Tum, tum, tum. Dit is een heel erg klein bloemetje. Een klavertje 4. En daar groeit een plantje uit. Heel erg tof. Een klein bad eentje. Moet je opletten. Hé, hey, wie wil dat nou niet hebben? Ging de deurbel ook nog eens en moest ik even naar de deur toe. Zoals ik al zei, het is echt chaotisch vandaag. Maar, waar was ik eigenlijk gebleven? Ik ben helemaal van mijn apropos af. Maar weet je wat ik gewoon ga doen? Ik ga een boek tevoorschijn halen. Maar, waar is dat boek? Nou, dat is een goeie. Ik heb hier Silk Touch en Infinity. Ik ben met Infinity 1 ben ik echt heel, heel, heel erg blij. Silk Touch ben ik ook heel erg blij. Het zijn echt twee hele zieke enchantments. Met die boog niet. Die ga ik echt een keer aan iemand geven. Zo van, alsjeblieft. En dan doe ik gewoon alsof hij heel episch is. En dan is hij gewoon zwaar. Kut. Laat ik het zomaar zeggen. Random troep. Armor. Nee, ik heb hier... Ik denk dat ik een boek zelf moet maken. Ik weet wel dat... Ah, hier is ladder. Laat ik heel even... Al dat granite hierin doen. Holy shit, die chest komt echt vol te zitten. En dan ga ik nu eventjes een boek maken. Dan moet ik wel heel erg even goed nadenken. Hoe ik ook alweer een boek maakte. Holy shit. Oh, dat ging met papier. Ja, dat ging met papier. Kijk. Ja, zo leer ik het wel. Even kijken.
Ja, dat was hem. Hop, heb er meteen 5 gemaakt. En dan gaan we gewoon even een boek enchanten. Dam, tatatatam, 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 tam, tam, tam. Dat is gewoon zo'n lekker deuntje. Net zoals bam, bam, bam. Ja, dat zijn gewoon lekkere chille deuntjes. Komt het boek, komt de lapis lazuli, Unbreaking 3. Wow, fire aspect. Holy shit. Het is dan level 13 enchantment. Maar misschien ga ik die wel doen. Want ik wil heel graag fire aspect hebben op mijn boog. Maar, oh, dat is lief. Kijk, het is heel erg fijn dat dat deden voor mij is bij zo'n chaotische dag. Dat is heel erg fijn. Het maakt blijkbaar niet uit wat voor boekje ik erin doe. Want, nee, ik blijf echt maar hetzelfde kijken. Ja, de deurbel gaat nu weer, het is echt super chaotisch. Ik ga gewoon Unbreaking 3 doen, denk ik. En dan geef ik die wel aan iemand anders die hem ooit op zijn pickaxe kan doen. Dames en heren, Unbreaking 3. Hij komt eraan. 3, 2, 1. Oh, deze is op zich nog niet zo heel erg slecht. Protection 3. Op zich is dat nog niet zo slecht, nee. Protection 3. Nou, dan ga ik die een keer denk ik aan een gast geven en dan kan hij die gebruiken. Heb ik gewoon even een beetje gewerkt voor een lieve gast die mij meehelpt met de Minecraft Survival aflevering. De volgende aflevering ziet er heel erg anders uit. Ik kan gewoon niet geloven dat het zo chaotisch is. Dames en heren, heel erg bedankt voor het kijken naar deze aflevering. Bedankt voor jullie geduld. Bedankt voor jullie alles. Echt dikke shout-out naar jullie. Ik zie jullie morgen bij een gloednieuwe aflevering om 7 uur. En tot ziens. Doei!